Hi allemaal, dit is Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel dingen doen. En een van die dingen is jezelf iets leren. En vandaag zit ik met iemand die iets heeft geleerd en gewoon zijn kennis blijft overdragen. Vandaag zit ik met Xavier Parmanand en hij is de oprichter van Parma's Green Farm. What we need is a little Q-Time. Hi Xavier. Hi Jelena. How are you? I'm good. Zit er een beetje zenuwachtig bij? Nee, ontspannen. We zijn ontspannen. Yes. Parma's Green Farm. Ja. Of tenminste, laten we eens beginnen. Wie is Xavier Parmanand? Ik ben Xavier Parmanand, Joel Romeo. Mm-hmm. Ja, een hardwerkende jongeman, vooruitstrevend. En zo in het dagelijks leven. Hou ik me bezig met mensen opleiden en ook verschillende zaken binnen het bedrijf. Nice, binnen het bedrijf. Want het bedrijf heet Parma's Green Farm. Ja, klopt. En wat doet Parma's Green Farm? Parma's Green Farm doet alles wat te maken heeft met groen. We doen landscaping. We helpen mensen landbouwbedrijven opzetten. Toch, je hebt mensen die zeggen van ik heb een stuk grond, ik wil het tot ontwikkeling brengen. Ik wil geld verdienen, wat moet ik ermee doen? Bedrijven die andere mensen willen sponsoren om te gaan planten, toch? En dan doen we zo een consultant voor een bedrijf. En we geven ook verschillende trainingen. En we leveren diensten, we maken fruitmandjes, fruitbakjes, fruittaart. We leveren groenten tot aan huis, we planten. Het enige wat we nog niet doen is exporteren. En we doen ook landscaping. Toch, als je je tuin wil veranderen, een hele makeover geven, dan doen we dat ook. Nice. Dat is very nice. Want ik heb over jullie gehoord, maar ik ken je alleen van, of ik ken het bedrijf alleen via de hydroponics en de trainingen die daarbij horen. Maar er is eigenlijk nog zoveel meer. Ja, dat klopt. Zoveel meer. Dus ik blijf in mijn lane, maar in mijn lane zijn er verschillende dingen die je kan doen. En dat is wat ik doe. That's very nice. En een jonge, hardwerkende Surinamer, van waar dit idee? Want met je handen werken en planten en alles groen houden. Is niet de ideal boy dream or something. Hoe zijn we hier beland? Ik hield altijd van planten, maar het lukte nooit. Dus in het begin gaf ik nooit op, maar ik heb het een beetje gelaten. Begon ik voor bedrijven te werken, verschillende bedrijven, maar ik was nooit gelukkig. Omdat ik altijd, ik hou ervan om eentonige dingen te doen. Als je aan het werk komt en je weet wat je moet doen. Dus ik dacht van, ik hou van spannende dingen. Hoe ga ik mijn leven spannend maken? En ik was al moe om elke dag op te staan en weet je, te gaan werken. En ik weet al wat ik moest doen. En wachten tot de tijd aanbreekt om naar huis te gaan. Toen zo'n dag zat ik en ik zei van, ik moet gaan kijken wat ik ga doen met mijn leven. Waarvan hou ik? Wat wil ik elke dag doen? Wanneer ik opsta, wat wil ik doen zodat ik happy kan zijn? En toen is mijn ogen gevallen op landbouw. Ik ben gaan onderzoeken, vragen gaan stellen, ik ben gaan oefenen. En uiteindelijk ben ik echt daarmee begonnen. En nu is het echt mijn hobby, mijn werk, alles. Nice, that's very nice. Thank you. En je bent nu hier bij ons, want je gaat je allerlaatste training geven. Dat los klopt. Van de business dat jullie gewoon, of de dienst die jullie al leveren, is training geven. Yeah. Welke trainingen precies? Want is het alleen het hydroponics of hydroponics gebeuren? Of geef je nog meer trainingen? We geven verschillende trainingen. Je hebt ook mensen die zeggen van, hey Parma, ik wil geen hydro doen. Maar ik wil gewoon een plantenkast hebben waar ik bijvoorbeeld tijerblad plant. Dat doen wij dat voor zo. We schrijven een hele plan uit hoe het gedaan moet worden. Maar de training die nu opkomt is de allerlaatste training. Dat is voor het publiek zelf. Dat is de hydroponic training. Dat is planten in of op water. Toch? Je weet zo in die plastic buizen. Toch onder een plastic kap. Yes. En de laatste training. Of tenminste, in het voorgesprek heb ik aan, het is niet per se de laatste training. Dus misschien kan je ons gewoon zelf vertellen wat het verschil is met de trainingen die nu gaan volgen. Dus de trainingen die na 10 september gaan volgen, zijn de privé-trainingen. En daarna krijg je dus dat je dan niet het normaal bedrag betaalt. Want die training die we tot van 8 tot 10 september gaan geven in het IBW-gebouw, daarvoor betaal je $200. En die privé-training begint al bij $1500 per persoon. So, dus nu moet je dus nou echt je kans slaan, want het is wel een techniek die waarschijnlijk heel veel gebruikt zal worden in de toekomst. Ja, precies. Kijk, sommige mensen die nog niet ready zijn, zeggen vaak genoeg, ja, het is duur, ik verdien geen dollars.
Kijk wat ik die mensen wil zeggen. Kijk, in het buitenland betaal je minimaal $5.000 alleen voor die training. Dat is $5.000 betaal je voor zo'n training. Want wij helpen jou als bedrijf letterlijk ook een bedrijf opzetten. Van A tot Z. Hoe je om moet gaan met je bedrijf. Hoe je moet geld financiën genereren. Hoe je je bedrijf moet draaien. Inkomsten. En we zorgen ook voor afzet. Dus wanneer je klaar bent met die training, ben je ready om voor jezelf te werken. Toch? Dus zelfvoorzienend te zijn. En ja, als mensen voor andere dingen $200 kunnen uitgeven, dan denk ik, als je in jezelf investeert. Ja. Kan je nog meer dingen van $200 kopen? Precies. $400 zelf. Precies, is duurzaam. Mind you, we zetten een systeem waarop je achtererf, dus je hoeft niet eens uit huis te gaan. Dus gewoon op je achtererf kan je elke week geld verdienen. Dat is hydroponiek. Nice. Hydroponiek is gewoon op een kleine oppervlakte een grotere rendement eruit halen. Zelf meer op het veld. Toch? Het is niet aan seizoen gebonden. Toch? Kijk, als je traditionele wijze doet, dan is het plantje gewoon met aarde, met potaarde of in de grond. Uiteindelijk, als je op dezelfde plaats plant, raakt je grond uitgeput. Maar bij hydroponiek niet. Daar moet je gaan meten. Men zegt meten is weten. Mm-hmm. Daar ga je met meters werken, vloeibare mest. Dus het is ongoing. Nice. En hoe lang duurt zo'n training? Zo'n training duurt 3 dagen. Dus de eerste dag is theorie. En dan hebben we 2 praktijkdagen. We sluiten af met een mondeling examen en een groepsexamen. Als je dat dan heeft gehaald, dan krijg je een certificaat. Dus de eerste theoriedag, dat is in het IBW-gebouw. Dat is aan de grote combiweg. Mm-hmm. En de 2 andere dagen is op Montensoop. Dat is achter het project, achter Casabaolo project. Ja. Oké. En als iemand nu zou kijken en denkt van, dit is het. Ik ben ready om meer dan $200 te verdienen elke dag. Okay. Hoe kunnen ze je bereiken? Wat zijn de stappen? Ja. Wie kan eigenlijk allemaal meedoen? Precies. Zolang je kan leren, zolang je kan onthouden, zolang je kan schrijven, zolang je kan bewegen, kan je meedoen, jong en oud. We zijn te vinden op Facebook. We hebben een Facebookpage, Parma's Green Farm. Als je daarop klikt, gaat hij onze promo zien van de hydroponic training die op komst is. En ook de link eronder. Als je op de link klikt, dan kunt u dan met die link via die link registreren. Je moet wel een e-mailadres hebben. Dan voor de mensen die het moeilijk vinden om via die link te registreren, ook de nummers, de WhatsApp-nummers, staan onder die link. En dan kunnen ze dan via de app hun naam doorgeven en dan sturen wij de gegevens waar ze kunnen overmaken. Mm-hmm. En dan worden ze geregistreerd voor die training. Nice. Nou, makkelijker kan het niet. Helemaal duidelijk uitgelegd. De keuze is gewoon aan jullie zelf om jezelf op te geven en to get educated in Parma's Green Farm Information. Exactly. Ik zei van tevoren al dat ik dat nog zou willen zeggen. Vaak zien we dat jonge mensen iets ontdekken, iets ontwikkelen en ze maken profit ervan en they grow up. Wat ik zo bijzonder vind van jou, want ik ken je niet, maar ik heb je langs gegaan op Facebook, is dat je knowledge bent blijven delen. Waarschijnlijk misschien eerst gratis, daarna betaald. Precies. En nu gaat het steeds verder. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat je geen moment hebt gezegd, ik heb iets voor mezelf en ik alleen ga ervan profiteren. Ja, kijk, precies dat is het verschil. Ik ben de enige in Suriname nog die op een verantwoordelijke manier, een eerlijke manier, kennis overdraagt, zodat iedereen succesvol kan delen. Want mind you, wanneer je dan hebt ingesloten, bijgevoegd in de groep, je geregistreerd, je kan die training volgen, dan begeleiden wij jou. Je mag eenmaal 24 uur zijn bereikbaar om een probleem of een oplossing, een vraag met u te behandelen. Dus beter kan het niet en we dragen alles over, we houden niets voor onszelf. En wij willen dat iedereen succesvol wordt, dat meer mensen gaan telen, omdat de vraag is groot, maar de telers of de arbeiders zijn weinig. Toch, er is de vraag naar producten, hydroproducten zoals kreulsla, amsoi, kaisoi, soepgroenten, kruiden, is groot. Toch? Maar er zijn weinig telers. Toch? Of soms kunnen ze het ook niet aan. En de markt is nooit verzadigd, er is nooit een overschot. Ik ben al langer dan 15 jaar bezig, nooit ontdekt. Dus daarom zeg ik van, hey, we kunnen meer aan. Alright, en daarom doe je het ook. Heel mooi van jou. En ik zou zeggen, ga zo door. Op welke wijze dat ook. But just keep doing you. Want je maakt wel degelijk een verschil uit in de Surinaamse gemeenschap. Dank je wel. En ik wil je direct ook bedanken voor het komen. Yeah. En ik kan niet wachten om te zien wat er verder nog gaat komen voor Parma's Green Farm. Want
Er zit nog meer in het verschiet. Ja, precies. Als ik een beetje een tip mag geven. Ik ga als persoon naar het buitenland. Wow. Om meer kennis te halen. Toch? In twee verschillende branches. Ook in, wat het heeft met landbouw te maken. Mm-hmm. En dan kom ik naar Suriname. Zo, en dan ga ik dat ook overdragen. Very nice. Yeah. Nou, we kijken er allemaal naar uit. Nogmaals bedankt voor het komen. Dank je wel. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Javier Parmanan van Parma's Green Farm bij ons in de studio. En hij heeft ons verteld over wat hij doet, het bedrijf waar ze allemaal mee bezig zijn. En ze hebben voor de laatste keer de hydrofanningstraining. En deze kost maar $200 om mee te doen. En hij zegt, ik neem zijn woord, als je klaar bent met deze training, ben je ready om miljoenen SRD's te maken. Zo, niet wachten, geef je op als dit jou interesseert. Je kan hem vinden op social media. Zijn nummer komt nu in beeld. En wie weet ben jij onze volgende teler. Zo, geef je op. En bedankt voor het kijken nogmaals. En remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.